Dag jongens en meisjes, superleuk dat jullie weer kijken. Vandaag weer een nieuwe video van de Speelgoedmeneer. En allereerst de beste wensen voor 2022. Ik hoop dat dit jaar echt een leuk jaar weer wordt, jongens en meisjes. Geen lockdown meer, corona weg en gewoon lekker overal heen kunnen gaan. Hopen jullie dat ook? Dus jongens en meisjes, ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie gemaakt. Ik ben met Roos en Florien gaan schaatsen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het ook aan jullie laten zien. Dus kijk eens even. Ja, we zijn druk bezig met schaatsen. Daar gaan we zo naar kijken. Ik heb ook nog iets heel leuks van Peppa Pig. Want we gaan knutselen met Peppa Pig. Kijk eens even. Ja, jullie samen met mij. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Oké, dan gaan we eerst beginnen met schaatsen. En daarna het knutselen met Peppa Pig. Oh ja, en vind je dit nou een leuke video? Druk even op het duimpje omhoog hier onderaan de video. Duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En ben je nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Vergeet dan niet op het rode knopje te drukken. Nou kom, we gaan snel naar de video kijken. Zo, oké, jongens en meisjes, kijk. Hier liggen de schaatsen in de achterbak van de auto. Die nemen we even mee. En ik geef de tasjes met schaatsen even aan de meiden. En wie hebben we daar? Roos en Florien. Roos loopt voorop, Florien achteraan. En daar gaan we naar de ijsbaan. Kijk, daar is de grote ijsbaan. Maar we gaan eerst naar de kleine ijsbaan. Nou, hier lopen de meiden al. En dan kijk eens even. Daar gaat Roos. Even oefenen nog. Dat is heel handig, zo'n stoeltje. Die kan je zo over het ijs heen schuiven. En dan kan je even een beetje oefenen. Maar ze hadden niet heel veel tijd nodig, want je ziet ze alweer zo meteen. Zonder stoeltje schuiven ze over het ijs. Kijk, even oefenen. Daar gaan ze hoor. En daar gaat de speelgoed, meneer. Hoog voorzichtig even. En dan ga ik mijn eerste rondje maken. Kijk eens even. Af en toe zie je mijn hand voor beeld. Kijk, dat is mijn hand. Moet ik een beetje gas geven. En dan ga ik lekker hard. Dat was wel even wennen, moet ik zeggen, hoor. Kijk, en daar zie je mij nog even in beeld. En ik draai hem weer om. En dan gaan we het rondje afmaken. En dan ga ik weer terug naar Roos en Florien. Want die staan op mij te wachten. Moet jullie maar eens even kijken, zo. Even een rondje afmaken. Het schaatsen is zo leuk. Kijk, en daar ben ik weer. Nou, nu gaan we beginnen. Zo jongens en meisjes, ik hoop dat jullie de schaatsvideo leuk vonden. En dan is het nu tijd om lekker te gaan knutselen. Zijn jullie er klaar voor? Ik heb namelijk iets superleuks van Peppa Pig. Ja, we gaan lekker creatief knutselen met Peppa Pig. Er zitten namelijk 3 potjes verf bij. En de speelgoedmeneer gaat samen met jou thuis vingerverven. En dan gaan we die mooie schilderijtjes van Peppa en haar vriendjes maken. Zijn jullie er klaar voor? Kom, gaan we snel aan de slag. Zo, eens even kijken. Laten we eens even openmaken. Ja hoor. Wow, kijk even. Die zijn groot. Oh, wat leuk zeg. Dit is volgens mij Henkie de hond, toch? Ja. En hier, kijk even. De potjes verf. Hey. Zo, eens even kijken. Is de doos leeg? Ja, hè? De doos is leeg. Oké, laten we eens even beginnen met de kleurtjes, jongens en meisjes. Welke kleurtjes zijn dit? Weet je welke kleur dit is? Geel, heel goed. En dit? Rood. En deze? Blauw. Heel goed. Blauw, geel, rood. Oké, laten we nu eens even kijken wat voor leuke schilderijtjes we hierin hebben zitten. Oh, dit is toch geweldig. Even kijken hoor. Zo. Hoppakee. Oké. Laten we dit er even uithalen. Zo. Oké, jongens en meisjes. Laten we eens even kijken wie er allemaal in zitten. Dit is dus Henkie de hond. Dit is Susie Sheep. Dit is natuurlijk het kleine broertje George.
Dit is Rebecca Rabbit volgens mij. Rebecca het konijn. En wie hebben we hier? Dat is natuurlijk Peppa. Ja, en wat is nou zo leuk? Kijk eens even, jongens en meisjes. We hebben er papiertjes bij gekregen. Die kunnen we zo heel mooi gaan kleuren. En wat gaan we nou doen? Kijk eens, misschien had je dat wel gezien. Wij kunnen het jurkje eruit halen van Peppa. En dan kan je er doorheen kijken. Maar als wij nu een mooi schilderijtje hebben gemaakt, gaan we die erachter maken. Zo achter plakken. En dan kan je ons kunstwerkje hierin zien. Hé, hey, wat leuk hè? Zullen we eens beginnen met de eerste? Oké, jongens en meisjes, we gaan het jurkje van Peppa gaan we maken. Let op. Nou, dit wordt een geklieder, dat weet ik nu al. Maar dat geeft helemaal niks. Komt-ie. Een beetje leuk met geel. Dus doen we zo leuke stipjes. Hop, 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 hop. Dan doen we daar een beetje blauw bij. Chop, 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 chop. Hup, 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 hup. En jongens en meisjes, dan doen we daar nog een beetje rood bij. Zo, kijk even. Hup, 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 hup. Nog een beetje rood. Zo. Hop. Zo. Even kijken, er mag nog wel een beetje rood bij, hè? Doen we nog een beetje rood zo. Huppakee. Hier, hier, hier. Hop, 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 hop. Oké. Maak even mijn vingers schoon. Zo. Dan pakken we het. Dan gaan we Peppa even pakken. Let op. Het jurkje hadden we er al uitgehaald. En dan gaan we nu Peppa hierboven opleggen. En dan gaan we eens even kijken of dit ook mooi is geworden. Wow, hey, kijk nou even. Is dat geen leuk jurkje van Peppa? Hé, hey, wat goed dit. Kijk nou toch wat leuk. Hé, hey, wat mooi zeg. Nou, schuiven die even door. Zo. Pakken we eerst weer even een blaadje. Een papiertje, zo. Dan hebben we Rebecca Konijn. Hoe zullen we daar eens even iets leuks voor maken? Kijk, gaan we ook even het jurkje alvast eruit. Die leggen we even hier neer zo. Dan ga ik eens even kijken of ik ook mooie streepjes kan zetten. Zullen we dat eens even proberen? Zo. Oké. Nog één. Nog één. Oké. Dan doen we daar een beetje rood nog doorheen. Zo, nog een beetje rood. Oké, nog een beetje rood. Hoppakee. Hoppakee. Hé, wat vinden jullie ervan? Zullen we eens even kijken of dit mooi past? Gaan we eens even kijken. Kom eens even, Rebecca Konijn. Gaan we die er bovenop leggen? Oeh, wacht eens even, kijk. Dat gaan we nog even aanpassen, want daaronder is nog een beetje te veel wit. Dat gaan we nog leuker maken. Eerst even kijken, ik heb een ideetje. We gaan dan een lijntje anders leggen. Let op, anders maken. Kijk, nog een beetje rood. Dan gaan we zo. En dan nog een blauw randje weer daaronder. Zo. Nog een beetje blauw erbij. Gaan we nu nog een keer Rebecca pakken? Kom eens even, Rebecca. Kijk even, ja, dit is mooi. Kijk even. Wow. Wat vinden jullie hiervan? Kunnen we nog een beetje aanstippen zo? Kijk, dan kan je helemaal dicht. Hé, hey, wat leuk dit. Mooi, hè? En dan kan je allemaal leuke creaties maken zo. Kijk. Wie hebben we hier? Ah, dit is George. Maar jongens en meisjes, George heeft geen kleertjes die we eruit kunnen drukken. Maar kijk eens. Maar hij heeft mooie ruimte voor een schilderijtje. Dus laten we een mooi schilderijtje voor George maken. Let op. Ik heb wel een idee. Laten we eens blauw met geel mengen. Moet je eens opletten. Wat krijg je als je blauw met geel mengt? Gaan we zo eens even kijken of dat ons gaat lukken. Zo. Geel. Even. Dat wordt dan een beetje groen. Wat, ho. Zo.
Want wat is dit? Een boom voorstellen. En een beetje gras, kijk. Zo, dat is leuk. En dan doen we een mooie zon. Ik hoop dat ik het te groot heb gemaakt. Kijk, hier een mooie zon. Geel, zo. Schoonmaken. En dan doen we nog een mooi wolkje erbij. Dit lukt zo met George. Of dat past in zijn schilderij. Oeh, dat kan net. Nou, dan zien we nog een mooi stukje. Wat vinden jullie ervan, jongens en meisjes? Hij is iets te groot, hè? We gaan een andere maken. We gaan het opnieuw doen. Komt, we gaan het iets kleiner. Zo. Kijk, we gaan hem gewoon omdraaien. Want kijk eens even. Ja, dit lukt zo, dit lukt zo. Gaan we gewoon anders maken. We leggen hem erop. En dan gaan we eerst beginnen met de zon. Die doen we hier. Gaan we er gewoon overheen zo. Zon. Dit is de zon. Dan doen we een wolkje. Kijk. Zo. En dan gaan we dus weer blauw met geel mengen. Dus doe ik hier een klein boompje. Dat teken ik zo. Een boom. Met een beetje gras. Zo. Een struikje maken. Geel en doen een beetje blauw erbij. Dan gaan we dat mengen. Zo. Kijk even, wordt vanzelf groen. Zo. Nou, dit wordt eerder een Picasso, jongens en meisjes, dan een hele mooie boom of struik. Maar jullie weten het, hè? Het maakt niet uit hoe het eruit ziet, als je maar leuk vindt om te knutselen. Kijk. Oké, dit moet dus een struikje voorstellen. Een beetje gras, wolkje en een zon. Nou, best leuk toch? Voor de eerste keer. Hartstikke goed. Maar we zijn er nog niet, want we hebben nog steeds... Kijk even. We hebben nog Susie Sheep. Kom er maar bij. Zo, en bij Susie kunnen we het jurkje eruit drukken. Gaan we even weer een papiertje neerleggen. Zo. En dan even kijken waar ongeveer de jurk komt. Ja. Zo. Oké. Beetje blauw. Beetje blauw. Beetje blauw. Geel. Nog een beetje geel. Nog een beetje geel. En nog wat rood. Oeh. Maakt niet uit. Zo. Hier nog een beetje. Zo. Het maakt dus niet uit hoe het eruit ziet, jongens en meisjes. Als je maar leuk aan het knutselen bent. Dat is het belangrijkste. Oké. Een beetje geel. Zo. En zo. Oké. Pakken we Susie. Kom eens even, Susie. Kijk eens even wat voor mooi jurkje we voor jou hebben gemaakt. Kijk even. Hé, leuk jongens en meisjes. Dit is leuk zeg. En dan hebben we de laatste. Kijk even. Henkie de hond. Kom er eens even bij. We halen zijn buikje weg, zijn t-shirt. Zo. Oké, Henkie, we gaan wat proberen voor jou. We gaan een ruitje proberen. Daar komt die Henkie. Oh ja, die past perfect. Kijk even jongens en meisjes. Wow, hé, wat leuk dit. Hé, is dit niet mooi? Nou jongens en meisjes, wat een gave schilderijtje. En wat leuk zo dat vingerverven. Dit is echt de eerste keer dat we dit hebben gedaan. Maar wat superleuk, hè?
Oké, jongens en meisjes, maar we zijn nog niet klaar. Want we gaan nu de groetjes doen, daar komt-ie. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan deze video via die link jouw naam willen invullen in het formulier. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Ik wil graag de groetjes doen aan Marnix van 7 jaar uit Valkenburg, Mattis van 11 uit Zeist, Marley van 2 jaar uit Medemblik, Jenna van 6 jaar uit Utrecht, Mees van 4 jaar uit Woubrugge, Yara Rosa van 4 jaar uit Groet, Miga van 6 jaar, Daisy uit Hellevoetsluis, Joni Draaiers van 4 jaar uit Rijkenvorsel, Yara Draaiers van 1 jaar uit Rijkenvorsel, want jongens en meisjes, Yara is het zusje van Joni. Hey, superleuk! Teersa de Goffouw van 5 jaar uit Krabbedijk, Ivy van 3 jaar uit Goes, Javy van bijna 3 jaar uit Spijkenisse, Bram van 4 jaar uit Gouda, Anouka van 5 jaar uit Groningen, Gideon van 3 jaar uit Rotterdam, Nana van 3 jaar uit Peeg, Guusje van 4 jaar uit Tilburg, Novalia en Melody van 4 en 2 jaar, James van 2 jaar uit Drachten, Nola uit Berlicum, en jongens en meisjes, Nola is groot fan, superleuk, Isa Jonker van 2 jaar uit Oosterhesselen, Lulu van 3 jaar uit Amerongen, Stef van 3 jaar en Florien van 2 jaar uit IJmuiden, Bradley van 7 jaar uit Hogeveen, Livia van 6 jaar uit Amstelveen, Zaire Maleek van 3 jaar uit Enschede, en ook de groetjes van oma, Julian van 4 jaar uit Enschede, en Isa Guit van 4 jaar uit Volendam. Nou, dankjewel voor het kijken, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Doe even een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!